Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Marcel Visser. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, ja. Welkom, gitaarliefhebbers van over heel de wereld natuurlijk. Je kijkt naar Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. En in deze podcast praat ik met mijn favoriete gitaristen over hun leven met de gitaar als de rode draad. En dit is seizoen 2, aflevering 2. Vorige week deed ik het voor het eerst live, net zoals nu. En dat is erg goed bevallen. Het was een beetje een noodgreep, want normaal gesproken ging ik naar de mensen toe. En gingen we lekker aan tafel zitten, bakkie erbij en dan een beetje ouwe hoeren over gitaren. Maar ja, door die hele coronatoestand moet ik improviseren. Dus we doen het nu lekker van huis uit. En dat kan, dus waarom ook niet. Even kijken, we gaan er lekker mee door. Nog even wat huishoudelijkheden. Mocht je het nog niet hebben gedaan, abonneer je op de podcast. Als de spreekwoordelijke sodemieter in je favoriete podcast app. Het is ook te gek als je een recensie achterlaat op bijvoorbeeld Apple Podcasts. Geef hartjes, duimpjes, het maakt allemaal niet uit. Als je maar iets doet en dat helpt dan om deze podcast beter vindbaar te maken online. Dan als laatste, we hebben sinds vorige week hebben we ook merchandise. Jazeker. T-shirts, hoodies, de gitaarmannen mok. Er is zelfs een rompertje wat je kan geven aan een pasgeboren baby. En staat op gitaarman, nutje. Of een roze rompertje staat op gitaarvrouwtje. Ach ja, je moet wat doen hè. Met je vrije tijd. Dus dan bedenk ik dat soort dingen. Even kijken. Het is tijd om de gast van vandaag erbij te halen. En dat is niet zomaar iemand. Nee, het mocht wat kosten vandaag. Want dames en heren, u kent deze man. Zeker weten. Hij is namelijk de laatste 10 jaar bandleider van onder andere Jan Smit. Nick Simon, André Hazes Jr. heeft hij meegespeeld. En zeker ken je hem van De Beste Zangers. Daar is hij ook de bandleider van. En sinds een aantal jaar ook op pad om allerlei artiesten te begeleiden. CD's is geproduceerd voor onder andere Lindsay, Die Cappuccino's in Duitsland, Gerard Joling, Stanley Burleson, Willeke Alberti en heel veel live producties van de voorgenoemde Jan Smit, Nick en Simon en vele anderen. Dames en heren, mag ik een keihard applaus vanuit je luie stoel voor Marcel Visser. Marcel, welkom. Ja, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk. Nooit gedaan. Ik ben zenuwachtig hoor. Ben je zenuwachtig? Nou, ik ook, dus dat scheelt. Dus dat scheelt een slok op een borrel. Ja, normaal gesproken ken ik mijn gasten redelijk. We hebben elkaar wel eens ontmoet. We hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dus dit is. Jawel. Hebben we elkaar wel ontmoet? Ja, ja, ja. Bij het muziekcafé. Bij het muziekcafé natuurlijk. Ja. Ja, we hebben eigenlijk niet veel gesproken, maar ja, nee. De een gaat op en de ander gaat af en ja. Door. Maar daar hebben we elkaar even gezien inderdaad. Ja, dat is waar. Maar niet dat we elkaar heel lang backstage op festivals en zo hebben gesproken. Oké. Dan hebben we dat maar even gezegd. Ik vind het leuk ook dat er mensen weer aan het kijken zijn. Dus ik pak gelijk eventjes wat chatberichten erbij. Dan zie jij dus, als jij thuis zit mee te kijken, dat je ook invloed kan uitoefenen op deze podcast. Bijvoorbeeld Juri deed dat. Die stelde gelijk een vraag. Goedenavond Marcel en Ed. Hi. Ja. Hoe komt het dat elke act waar jij bij gitaar speelt een succes is? Of althans, zo lijkt. Wat is de typische Marcel touch in hun muziek? Nou, nog niet antwoorden. Want dat vind ik nou echt zo'n vraag waar we dadelijk zo meteen op terugkomen. Maar dat wil dus zeggen dat als jij nu aan het kijken bent, dat je dus rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de podcast. En dat vind ik wel geinig. Laat ook even weten of het geluid goed is. Want wat ik al zeg, dit doen we nu zo. En ik hoor Marcel heel luid en duidelijk. Maar wat jij thuis hoort is weer net even iets anders. Dus dat. Tot zover de huishoudelijkheden. Marcel, eerste vraag. Ja. Hoe gaat het met je in deze coronatijd? Het gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. We mochten vanaf 11 maart, lagen we er allemaal uit. En dat was even slikken, want er had niemand op gerekend natuurlijk. En ik zeg nu gekscherend dat ik maar halve dagen werk. Ja. Want we hebben de afgelopen jaren zo hard gewerkt. En dat is overdag is dat studiowerk en schrijfsessies en vergadering in, vergadering uit. En dan s'avonds om 4 uur, 5 uur moet je als de bliksem ergens het land in met Nick en Simon of wie dan ook optreden. Ja, precies. En dat valt nu in één keer weg.
Dus je hebt in één keer een soort van tijd om andere dingen te doen. Ik ga om 5 uur naar huis en dan eten we met z'n allen en dan ga ik Netflix. Ja, precies. Ook wel eens lekker. Dat, ja, en ik lig om 11 uur op bed en ja, ik drink niet meer en heel regelmatig leven eigenlijk. Dus ik voel me heel erg goed. Ja, dat is grappig is dat. Ja, ik moet zeggen, ja. Ik heb dat dus ook, dat ik in één keer gewoon alleen maar thuis ben. Ja. En ja, dat is gewoon een hele nieuwe beleving. Ja, heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Nooit. En ja, het bevalt me echt. Ik bedoel, ik mis het spelen ook. Ja. Maar nu 3 maanden even dit, ja, dat vind ik ook heel erg lekker. Ja. Alleen het jammer is dat er nog geen uitweg is en uitzicht op een... Nou ja, op dat iets we kunnen spelen en dat alles weer gepland kan worden. Dat is het enige jammer. Ja, precies. Ik krijg door in de chat dat jij zachtjes te horen bent. Oh, dan zet hem wat harder of ik ga dichterbij. Zet hem maar ietsje harder als je wil. Of zet hem ietsje dichterbij. Want het is een heel technisch verhaal, mensen. Daar wil ik jullie niet mee vermoeien. Maar komen hier diverse lijntjes binnen in de headquarters. En ik kan die van Marcel, waar die jullie horen, kan ik niet per se harder zetten. Dus dat is... Nee, ik denk dat het zo goed is. Ja, dit ziet er al. Dit slaat een stuk beter uit de meter. Dus en ik zet hier nog eventjes de limiter wat harder. Ja. Ik moet ook een beetje de hoek zoeken. De hoek zoeken. Deze comment kwam binnen van Lizzie Rosenveld. Lizzie, is het nu beter? Laat even wat van je horen, alsjeblieft. Oké. Nou goed, dat gezegd hebbende, gaan we weer door met het gesprek. Ja, dus ik voel me helemaal topfit. Helemaal dat dus. Inderdaad. Ja, dat is heel gek. Ja, ik moet je zeggen, ik heb dus echt jarenlang inderdaad gewoon en heel veel thuis gewerkt, maar dan ook heel veel op pad geweest. Weet je, toch altijd wel 3-4 in de week met de gitaar op pad. Ja, dan zit je in één keer thuis 's avonds, weet je. Ik ben maar van ellende gaan livestreamen. om toch nog een beetje goed. Het gevoel te hebben dat ik... Want ik miste wel die kick van het optreden. Heb jij dat niet? Nee, ik had dat gewoon niet. Er zijn een paar optredens die ik heel erg ga missen. Of die gewoon niet doorgaan waar ik wel op gehoopt had. Welke waren dat? Sorry? Welke waren dat? Ja, we zouden... Ik zou een event doen. De Invictus Games. Oh ja. Dat is voor soldaat, gehandicapte soldaat. Prins Harry van Engeland. Ja, of zo, precies. Ja. Nou, ik had de hele voor de intro gemaakt... En dat werd te gek. Met een groot orkest en goede vocals erbij. Maar ja, dat ging niet door. En het optreden met Floor op Pinkpop, hè. Dat is me even, wordt me door de neus geboord. Denk je dat het ooit nog wordt ingehaald? Ik hoop het. Ik hoop het. Hè? Ja, maar dat zijn toch wel dingen. Ik denk ook zo'n Jan Smeets, die... Ik denk dat hij wel kijkt van... Oké, kunnen we dat programma niet gewoon overhevelen? Ja. Het is toch te zonde om te laten lopen? Ja, nou ja, ze hebben elk jaar een goed programma, maar ik als gitarist van het Nederlandse lied. En dan pak ik mijn roze gitaar erbij en dan sta ik op Pinkpop. Dat had ik toch nooit gedacht 20 jaar geleden. Had je nooit durven dromen? Nee. Want laten we eens even teruggaan naar hoe het voor jou allemaal begonnen is. Jij bent geboren in Putten. Putten, ja. Mooie Putten. Waar ligt Putten precies voor de mensen die dat niet weten? Sorry? Waar ligt Putten precies in Nederland? Als je dat niet weet. Amersfoort en Harderwijk. Oh ja. Gelderland. Ja, ja precies. Ja, dus zeg maar langs de A28. Ja, langs de A28, ja. Daar moeten we het zoeken. En daar ben je geboren en getogen. Ja. Heb je daar ook de gitaar ontdekt? Ja, mijn opa speelde gitaar en die woonde... Nee, die woonde niet in Putten. Woonde in Amersfoort. Dus daar heb ik een beetje gitaar leren spelen op mijn 7e. Ja, en het is nooit meer opgehouden eigenlijk. Oké. Dus toen gingen we verhuizen naar Amersfoort, toen ik 9 was. En toen ging ik meteen in het bandje op de lagere school. Zo, dan was je er echt heel veel bij. Ja, we hadden twee jongens die ook gitaar speelden en een jongen die drumde. En gewoon een beetje spelen, gewoon samen spelen. En toen zag ik op televisie Stuyvesant. Dus dat was altijd een droom. Stuyvesant om daar te spelen? Stuyvesant, dan moesten we komen met de band. En is dat gelukt ook? Dat is gelukt, ja. Toen was ik 11. Ja, zeker. Zijn daar nog beelden van? Zeker. Staat dat op YouTube? Oh, wacht eens eventjes. Ho, 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 ho.
Dat gaan we eens even erbij pakken, mensen. Dat is het mooie van dat we dit nu allemaal zo live doen. Want er was een achterbuurvrouw, die had als enige een videorecorder toen de tijd. Welk jaar praten we over? Ik denk 79 of 80. 1980. Zo, dat is lang geleden. Ik zit even te denken... Ja, is, ja, ik ben 52. Ik word 52. Oh ja, 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 precies. Ja, ik ben 40. Dus ja, dan, dat klopt wel dan, ja. Zo. Waar kan ik op zoeken op YouTube om het tevoorschijn te toveren? Nou, Marcel Visser Stuyves In, denk ik. Stuyves eens in. Ja, en ja, dat was te gek. En achter mij stond ook een bandje. Of zo'n orkest eigenlijk. Een heel nieuw. En dat wilde ik dan later ook. Ja. Zo'n orkest bij een televisieprogramma. Ah, te gek, te gek, te gek. Even kijken hoor. Ja, het moet te vinden zijn. Ja, ik heb hem hier. Ik ga hem eventjes. Ik ga hem even snel downloaden. Want anders dan. Dan krijgen we allemaal reclames tussendoor. En dan weten we zeker dat we uit de lucht gehaald worden. Eens even zien. Ja. Maar het is rechtenvrij, hè? Dit is rechtenvrij. Ja, iedereen was al dood, joh, die erop staat. Ja. Want wie presenteert dat ook weer, Stuyves In? Ria Bremer, die leeft Ria, nog. Ja, die leeft nog inderdaad. Ria Bremer, inderdaad. Good old Ria Bremer. Nou, hij is nu aan het downloaden. Dus dat is mooi. Even kijken. Maar ja, ik ben natuurlijk ondertussen aan het streamen en dat ding is aan het downloaden. Als het allemaal maar goed gaat, mensen. Ja, top. Top. Even kijken. Ja, daar is die volgens mij. Download. Ja, kijk. Eens even tevoorschijn toveren. Leuk dat we dat kunnen doen zo. Daar is die. Even zien. Ja, ik mag zo'n solo spelen, hè? Oh ja. Ja, dat is kom helaas aan. Steffi. Ja. Ah, mooi man, hé. Kijk, en dat orkest daarachter, dat wilde ik later dan. Ja, ja, ja. Jij dacht van, dat is gewoon, dat is mijn plek. Ja, daar wil ik staan. Daar moet ik staan. En dat is je gelukt. Ja. Dat is toch wel een dingetje. Als je die droom hebt en hem waarmaakt. Ja. Ja, ik ben heel blij. Maar vertel, want dat bandje, dat was natuurlijk leuk. Maar dat, ja, dat viel waarschijnlijk op een gegeven moment uit elkaar. Ja, dat viel uit elkaar. Ja, maar dan ga je naar de middelbare school en dan kom je weer andere mensen tegen. Dus dan kom je weer in een bandje. Ja. En toen speelde ik al 4 dagen in de week op bruiloft partijen. Toen zat je gewoon al in het circuit eigenlijk. Ja, ik heb nooit in een bandjescircuit gezeten qua eigen liedjes en zo. Nee. Maar altijd in het evenementencircuit. Ja, ja, precies. Dus dat is echt een beetje... een soort coverbandjes van nu. Ja, ja, dat is een beetje... Clemens Blacchiere, die ik vorige week de gast had... Ja. Die gaf aan dat zijn leraar op het conservatorium had gezegd van... Hey, weet je wat jij moet doen? Je moet in coverbands gaan spelen. Want daar leer je gewoon echt... om een hele goede sessiemuzikant te zijn. Nou ja, dat is het. Dat is het. Heb jij conservatorium gedaan? Ja, dat ging bij ons automatisch. Of bij mij tenminste. Ja, precies. Heb je conservatorium gevolgd of iets? Ja, ik heb 8 jaar HAVO gedaan. Kijk. Overigens niet gehaald ook. Maar... Oké, okay. Ja, maakt het niet. Maar uiteindelijk maakt het niks de laatste 2 jaar van de HAVO deed ik al voorbereidend jaar conservatorium in Den Haag. Oh ja. Dus ik ben jazz gaan studeren, want ik was ook aangenomen in Hilversum. En in dat jaar waren er 100 gitaristen aangenomen in Hilversum. En in Den Haag 2. Zo. En toen zei Peter Nieuwerf, mijn leraar, die in Hilversum les gaf en in Den Haag, zei, kom jij maar naar Den Haag. Want ik was een beetje zo'n, ja, ik was veel aan het spelen en weinig school en zo dat. Dus hij dacht van, jij moet gewoon naar een goede school. En toen werden Arnold en ik in dat jaar aangenomen in Den Haag. Arnold Verdongen. Oh, kijk eens even. Oh, kijk eens. Dat is gelijk een goede lichting. Ja. Gaaf man. Hey. En daar heb ik 6 jaar jazz gestudeerd. Oké. Okay. En heb je het gevoel dat je... Waar heb je meer geleerd? Was dat op het conservatorium of echt al spelende in het circuit gewoon echt de praktijk?
Nee, ik heb mijn eigen pad gevolgd, dus ik heb wel die jazzopleiding gedaan, maar ik ben niet een purist. Nee. Wat ze in Den Haag allemaal wel zijn. Ik was ook de eerste gitarist die fusion speelde en popliedjes op Ja. mijn eindexamen. En dat Zo. vonden ze allemaal prima, want mijn leraar die was gewoon, hij zei, ja, jij moet ervan leven, jij moet gewoon doen wat je wil. Ze waren wel, het waren wel puristen, maar wel open-minded Ja, puristen. open-minded, ja, zeker bij leraar. Ja, en er waren zeker mensen die er helemaal niet mee eens waren. Maar ja, daar hoef ik niet mee te spelen, Nee, dat is waar. hè? Is Nee. dat iets wat jij je altijd gewoon hebt voorgenomen van ik volg gewoon mijn eigen pad en Ja, want ik vind heel veel muziekstromingen leuk. Maar ik kan niet alles heel erg. Ja, ik kan wel heel veel muziekstromingen, maar niet om het goed te kunnen moet je er. Ja, dat kost gewoon een paar jaar om er echt goed in te duiken. Dus ik heb na mijn eindexamen jazz, heb ik nog een jazznabbel gedaan, of een paar. Ja, en ik heb gewoon besloten toen, na de derde jazz solo, ik verkoop mijn jazzgitaar. Ja. Ik kap ermee, ja. Want ik vond het niet leuk genoeg. En als je het niet leuk genoeg vindt, dan uiteindelijk kan je het dan ook niet goed genoeg Nee. om ervan te kunnen leven. Ja, precies. Ja, dat. En toen de tijd kwamen Jesse van Ruller en Martijn van Ittersom. Ja, dat zijn jazzpuristen. Ja. Eerste klas. Dus Moet je als ze mij daarmee belden voor een concurreren? jazznabbel, dan geef ik gewoon hun nummer. Ja. Want daar hebben ze veel meer aan. Ja, En toen precies. heb ik mijn jazzgitaar verkocht en heb ik een nylonstringgitaar gekocht. Ja, daar ben ik heel blij mee. Is dat nog steeds? Heb je die gitaar nog steeds? Die heb ik nog steeds. Ja. Al die Spaanse dingen die je op de radio hoort, dat is met die gitaar. Heb je die in Den Haag gekocht of? Nee. Kees D. Nee. Amersfoort. Ah, oké. Okay. Want je bent op een gegeven moment naar Amersfoort verhuisd. Nee, Ook. ja, maar toen was ik al 9, 10, hè. Ja, precies. Maar is dat dan Maar ook? Den Haag zat ik op school. Ja, precies. Ja, Den Haag. Heb je ook in Den Haag op kamers dan Nee, gewoond? want ik was natuurlijk al 18 toen Ja. ik van de HAVO afkwam. Dus ik Ja. had al een auto. Ja, precies. Dus ik ging gewoon met de auto naar school. En Ja, dat zit naast de snelweg natuurlijk, dus lekker ja, toen makkelijk kon je nog inderdaad. gratis parkeren daarvoor. Ja, dat is al een tijdje niet meer. Ja, nee, precies. Hey, en hoe Nee, ben maar je dan? ik heb er heel veel van geleerd. En die jazzmethode, dat is denk ik wat je nu nog wel hoort in mijn spel. De methode of ook Nou ja, soundtechnisch? de harmonieën en de melodieën. Ja. Dat neem je altijd toch, neem ik altijd nog een beetje mee. Ja, dat is ook natuurlijk niet zo gek. Je hebt er jarenlang je op stuk Ja. gebeten waarschijnlijk Ja. op die dingen. Ja. Dus Ja. nee, dat begrijp ik heel goed. Hey, maar op een gegeven moment, nou ja, conservatorium op zak. Je bent waarschijnlijk al de hele tijd gewoon keihard aan het doorspelen geweest Ja. in het evenementencircuit. Ja. Waar sta je dan, zeg maar, op dat moment op de ladder voor je gevoel? Onderaan. Ja. Toen ik van school afkwam, stond ik echt helemaal onderaan. Want toen was er nog niet zoveel veranderd. Omdat ik op een jazzschool zat en ik eigenlijk geen jazz speelde. Ja. Behalve de Girl van Ipanema op een bruiloft. Ja. Werd ik ook niet opgenomen in dat circuitje. Dus Nee. toen ik van school afkwam, zat ik nog steeds in het evenementencircuit. En toen kwam ik Edwin Schimmelschijmer tegen. Voor een auditie voor Willeke Alberti. Dat heb ik gedaan. En ja, door hem ben ik eigenlijk in het sessiecircuit terechtgekomen. Dat was mijn eerste sessieclubje eigenlijk. Want zij Ja. zaten toen bij René Vroeger. Zij Ah. waren de eerste lichting popmuzikanten in Nederland. Met Dat waren Melanie die Dijk en. showbands of zo, toch? Zo werd het altijd wel een Ja, beetje. ze zaten in de Paul Natte band. En dan had je Marcel Schimmelschijmer, Peter Scheen, Marcel Seriese, die generatie. Ja. Bert Meulendijk. En dan ga je proberen je daar op een gegeven moment een beetje zo tussen Ja, nou te ja, krijgen of ja. ik speelde dan bij Willeke met Edwin. Nou ja, en als Bert dan een keer niet kan, dan krijg je een kansje. Ja, en die moet je pakken. En hoe zorg je dan dat je dan klaar bent om die kans te pakken? Ben je dan 200% gemotiveerd of laat je het Nee, gewoon ik heb altijd, gebeuren als of? ik ergens moest invallen, dan zorgde ik gewoon dat ik het idioom van de artiest gewoon heel goed ken. Dus ik moest ook een keer bij Guus Meeuwis invallen.
Dat is ook 20 jaar geleden, in het begin nog. En dan, voordat ik met Guus moest spelen, heb ik gewoon al zijn... Toen had hij nog maar 2 of 3 platen. Heb ik alles beluisterd en bestudeerd. En dat heb ik op die manier gespeeld dat ik eigenlijk niet opval. Ja, ja, ja. Als invaller. Ja, precies. Dus dat Guus niet in de gaten had dat hij een invaller had. Dat was altijd mijn streven. Ja, ja, begrijp ik wel. Dat je in één keer een soort van... dat je wel opvalt... Dan dat kan een artiest uit zijn concentratie halen of kan ervoor zorgen. Ja, dat wordt gewoon heel onrustig. Huh. En misschien is het is niet een kwestie van beter of niet beter of van smaakvoller of wat. Want dat is voor iedereen anders. Ja. Maar als je ergens invalt, vind ik dat je eigenlijk niet moet opvallen. Deed je toen ook al veel studiowerk of kwam dat toen ook gelijk? Nee, dat begon net. Dat begon net. Wat waren jouw eerste stappen in Studioland? En ging dat een beetje gelijk op dankzij dat sessiewerk? Of? Dus dat je door het sessiewerk live ook sessiewerk in de studio Nee, dat heeft wel even geduurd hoor, voordat dat ging lopen. In het begin met Edwin, hij deed toen in de tijd heel veel televisietunetjes. Ja. Dus daar begint het dan mee. En, ja, en vroeger moest je echt naar de studio met je... versterkers en gitaren. En had je een hele dag de tijd om een tuintje van 30 seconden op te nemen. Ja. Dat kan je je nou niet meer voorstellen. Nee, andere tijden, andere budgetten. Ja. Ja, waren gewoon budgetten. En ja, dan leer je het wel. Ja. En dat, ja, dat begint van 1 keer in de maand naar 2 keer in de maand tot nu een paar keer per dag. Ja, ja. Werk jij, als we nu even snel doorspoelen naar nu... doe je alles vanuit huis of ga je nog steeds? Nee, ik ga nog steeds naar studio's. Ik doe ook veel thuis. Van alles gaat. Dat, ik weet niet of dat de laatste tijd is, maar zo voelt het wel. Alles gaat op het laatste moment. Ja. Van, dan word je gebeld. Heb je tijd? Ja. Kan je vanavond dat af hebben of nu? Echt waar? Oké. Is goed. Gewoon ook echt nu gewoon, spelen, weet je wel. Of s'avonds of s'nachts, als je thuis komt. Ja. Maar jij hebt thuis een studio, jij kan het gewoon allemaal inprikken en gaan natuurlijk. Ja, alles staat in de houding. Ja, ja, precies. Ja, dat is wel natuurlijk een groot verschil met vroeger. En daarom zou het ook zomaar kunnen dat mensen inderdaad ook zo lang wachten met zo'n vraag. Van, hey, ik heb hier een productie. Want vaak, als ik naar mezelf ook kijk, ik heb dat zelf ook hoor, als ik... in één keer een liedje bedenk. En nou, dan kan ik het hier opnemen. En nou, soms bedenk ik van... oh, er moeten nog strijkers bij. Ja. Weet je wel? Dan bel ik Frank van Essen en zeg ik... Frank, ik heb strijkers nodig. Ja. Wanneer kan het, weet je wel? Dus het zijn ook vaak omdat je zo snel kan schakelen... dat je er misschien langer mee wacht. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar ik vind het leuk. Ja, dat begrijp ik. En nou ja, de mensen vinden het ook leuk, want anders dan bellen ze je niet. Zo is het ook. En speel je alles in met campers? Of heb jij... alles met campers. De laatste jaren, de laatste 5 jaar eigenlijk. Ja. En maak je dan je eigen profiles of gebruik je die van Bert Meulenwijk? Ik heb 5 jaar geleden heb ik mijn eigen versterkers opgenomen. Ja. En daar speel ik mee. Oké. En daarna heb ik die versterkers verkocht. Het scheelt op de ruimte. Ik heb nog 3 versterkers. Ik heb nog een Fender, een Deluxe Reverb. Oh ja. En een Champ uit 1970. Oh, ja. Dat zijn de enige 2 versterkers die ik thuis heb staan. En dan heb ik nog een custom audio set. Dat was zo'n 19-inch ding. Daar speelde ik vroeger altijd mee. En die heb ik net weggegeven. Want ik heb toevallig vorige week alle versterkers opnieuw geprofiled. Ik denk, ik ga weer even fris beginnen. Ja. En dan gewoon beginnen. nieuwe fris nieuwe... opnemen en wanneer we gaan beginnen, weet ik niet. Maar... Nee, precies. Maar dat je in ieder geval ook weer alles klaar hebt staan om te beginnen. Ja. Maar je hebt natuurlijk heel veel versterkers weggedaan. Heb je dan versterkers van mensen geleend of weet ik veel wat van, om die te profilen? Of... Nee. Gewoon, ik had gewoon die versterkers die ik had. Ja. Die heb ik geprofiled en that's it. Ja, precies. Namelijk, ik heb ze opnieuw geprofiled. Ja, nee, precies. Nee, die 3 die waar ik nu over praat, die custom audio en die 2 Fenders, die heb ik opnieuw geprofiled. En toen de tijd had ik nog een Mesa Boogie, een Lone Star en nog zo'n high gain versterker.
Maar die heb ik niet meer. Maar ja, dat... Ach. Ja, weet je, uiteindelijk gaat het om hoe het klinkt. Nou, weet je wat het is? Ik heb nooit zoveel versterkers gehad. De Mesa Boogie en Custom Audio en Kitty Hawk. Wat Fenders en of het nou met pedaaltjes. Je bent altijd op zoek naar een geluid. En uiteindelijk klink je altijd hetzelfde. Ja, ja. Het zit in de vingers vaak, hè, toch? Ja. In de gitaar. Of waar denk je kleurt altijd naar wat je mooi vindt. Ja. En dat probeer je uit elke versterker. Blijkbaar ga je naar hetzelfde geluid. Op de een of andere manier. Ja. Nou ja, dat geef je wel gelijk. Want ik heb vorig jaar heb ik met een Fender. Ik ben de type kwijt. Blues. Blues Junior heb ik getoerd. Ja, ja, ja. Kleintje in de theaters, weet je wel. Te gekke amp. Kan flink hard, zeker voor in de theaters. Ja. Maar afgelopen theaterseizoen heb ik dat met een Blackstar gedaan. Zo'n een nieuwe die ze hadden. Die mocht ik lenen. En ik vond hem te gek. Helemaal niet super duur, weet je wel. Maar gewoon, ja, als het goed is, is het goed. Als het smeuig is het smeuig. Klaar. Ja. Maar inderdaad, je gaat toch op zoek weer naar datzelfde geluid. Ja. Dus dat daar heb je wel. Ja, ik vind dat heel gek eigenlijk. Want de ene versterker is heel duur en de andere is iets goedkoper. Maar je zoekt toch iets naar iets wat van jezelf is. Ja. En dat zit een beetje in je versterker. Maar het komt het meeste uit jezelf. Ja, het zit gewoon in je of zo. En het resoneert. Ja, dat denk ik. Hey, en qua gitaren, want je zegt ik heb niet veel amps, maar heb je wel veel gitaren? Nee, ik heb eigenlijk ook niet veel gitaren. Ik ben 25, 30 jaar geleden begonnen met een Look. Of begonnen, dat was mijn eigen, ja, daar was ik echt tevreden over, want het is eigenlijk een hele kleine gitaar. De hals zit dichter bij de body. Ja. Scheelt denk ik 4 centimeter en ik ben een kleine pinda. Dus eigenlijk is een Fender Strat is eigenlijk net even te groot voor mij. Ja, 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 ja. Ja. Dus ik heb de Look 1, 2, 3 en nog een 3. Music Man heeft nu een soort Strat-achtige gitaar. Ja. Maar ook met de hals meer in de body. Dus precies mijn maat. Dus gewoon voor de wat kleinere gitarist is dat gewoon... Dus als jij nu kijkt en je bent... Hoe lang ben jij? 1,65. Als je 1,65 bent, dan moet je dus gewoon naar de Music Man Look gaan kijken. Ja, eigenlijk. Dan is dat gewoon... Ligt ook aan de vorm van je handen, maar ik ben er heel blij mee. Ja, begrijp. Want ik heb zelf een beetje, dat ik denk, ik heb best wel grote voeten. Ik heb echt maat 45. Maar mijn handen zijn redelijk klein. Dus ik heb zelf soms dat ik echt denk van, als ik bijvoorbeeld een John Mayer bezig zie, dan denk ik, wat doet hij met die duim? Waarom heb ik niet zo'n grote duim? Oh, ja, 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 ja. Word jij beperkt door bijvoorbeeld de grootte van je handen of iets? Nee, je denkt, ik ken mijn beperkingen. Ik weet wat ik niet kan, dus dat doe ik ook niet. Wat zijn dingen die je nou echt, waar je zegt van, nou, dat moet je niet aan mij vragen. Dat kan ik gewoon niet. Dat wil ik niet, dat kan ik niet. Goed genoeg. Er zijn dingen die ik niet kan, ben ik één keer gewoon door het ijs gezakt. Dus dat is klassiek. Ik kan wel klassiek, maar als het echt te moeilijk wordt, dan moet ik studeren. En dan zit het niet in je systeem. En dan, dan klinkt het zo geforceerd. Ja. Dat is gewoon niet mooi. Nee, precies. En dan ben je door het ijs gezakt? Want dat zijn natuurlijk de smeuïge verhalen. Was dat live op tv? Of? Nee, het was niet live. Het was gewoon in het theater met, volgens mij, Petra Bergen. Klassiek dingetje. Oh ja. En dat gaat... Maar ja, dan ik kon me er wel uit redden. Ik bedoel, zo slecht was het ook weer niet. Dus ik was een van de weinigen die het echt... opmerkte. En de oude mensen in de zaal, die hebben gewoon geapplaudisseerd. Die vonden het prima. Die dachten, wat mooi. Ja, vonden het prima. Wat mooi. Prachtig. Even nog een oproepje naar de mensen thuis. Mensen, als je aan het kijken bent, ik zie dat jullie met velen zitten te kijken. Dat vind ik leuk. Ze zitten aandachtig te kijken en te luisteren, want ik zie weinig vragen in de chat. Laat ze vooral doorkomen. Iemand die zei net van, ik hoor al 3 keer een WhatsApp webmelding. Is niet van mezelf, staat er een scherm open. Nou, ik had nog wel een WhatsApp-scherm hier openstaan. Dus misschien dat ik hoop dat het nu voorbij is. Maar als je vragen hebt, Marcel, laat ze vooral even weten. Dan pakken we even nu de vraag van Joeri erbij, die daar aan het begin bij kwam. Hij zegt, hoe komt het dat elke act waar jij bij speelt een succes is? Of althans, zo lijkt dat. Wat is die typische Marcel-touch in de muziek? Maar ik denk dat ze dan doelt op de beste zangers. Dat denk ik, hè? Dat weet ik niet zeker. Ja, dat weet ik niet. Nou, ik denk dat Joeri bedoelt
dat overal waar hij jou ziet, dat is iets wat gewoon succesvol is. Dus ik denk eerder dat de vraag ook is van, hoe kom je zeg maar bij die succesvolle acts? Hoe zorg je dat je daar... Oh, is dat de vraag? Dat is een beetje wat ik de, ja, het, ja, ik weet, ja, de achterzoek. Moet ik zeggen? Ik zie, er gebeurt iets in beeld. Nee, ik denk, wij zijn als band, wij spelen al 20 jaar samen, hè? Ja. Dat is bij Rutja Kot begonnen, 22 jaar geleden. Dus wij kennen elkaar door en door. En wij kunnen gewoon heel snel iets neerzetten. Ja. Dus ik denk dat wij daarom, zeker op televisie, is er weinig tijd om te repeteren. Dus iets moet snel staan. Ja. En dat kunnen wij na 20 jaar. Weten wij wat de artiest wil horen. Ja. En ik denk dat we vertrouwen hebben opgebouwd dat ze ons blind kunnen bellen en dat ze weten dat het goed komt. Ja, ja, dat is denk ik heel belangrijk. Wij snappen de muziek gewoon. Of, ja, dat is een beetje stom om te zeggen, maar ik snap gewoon hoe de Nederlandse artiesten denken en wat ze willen horen. En dat kunnen wij ze geven. Ja, precies. En dat is ook de reden dat je zit inderdaad echt in de Nederlandse hoek. Ja. Dus echt in de hoek van Jan Smit, Nick en Simon. Daar is het mee begonnen. We zijn 12 jaar geleden zijn we bij Jan begonnen. En hoe komt dat dan? Hoe komt dat tot stand? Echt best wel heavy. Ja. We zijn niet een lullig bandje die dat gewoon even heel lullig speelt. We spelen echt op het podium, is het echt stevig. Mm-hmm. En ik denk dat het daarom ook zo lekker staat. Ja. Ook bij Nick en Simon, gewoon stevig er tegenaan. Ja. Maar hoe kom je dan bijna als een rockband? Hoe kom je dan bij Jan Smit terecht? Dat is toch wel. Dat is eigenlijk door Jaapie Kwakman. Ah. Want de 3J's zaten eerst bij Jan Smit. Oh ja, natuurlijk, ja. En die gingen toen solo. En toen de rest van de band, die kwam eigenlijk ook van Rutja Kot. Dus die zeiden, bel Marcel. En die wil dat wel doen. En wij doen het toch met z'n allen. En toen ben ik daar ingestapt. Ja. En toen waren we weer samen. En ja, dat was fantastisch. Want het eerste jaar deden we alleen maar grote sportzalen. Ja. En grote hallen. Ook in Jan, Duitsland of met Jan of dat niet? Wat zeg je? Ook in Duitsland met Jan of dat niet? Nee, dat hebben we nooit gedaan. Nee. Okay. Dit is pas van de laatste jaren weer, hè? Ja, dat is waar, ja. Maar in Duitsland is alles playback en met tape. Ja, lekker makkelijk. Ja, lekker makkelijk, ja. Het hoogst haalbare. Ja, en dan zeggen ze dat Duitsland zoveel om cultuur geeft. Nou, werken weinig van op deze manier. Ja, bier met worst. Ja, precies, ja. Ja, het lijkt me wel echt een mooi wereldje. Ik ken Jaap ook een beetje inmiddels en de 3J's. Ik vind het wel geweldige gasten, maar ik kan me inderdaad voorstellen te zorgen dat het balletje blijft rollen. Ja, bij Jan was het zo. Kijk, toen ik op Constorm zat, had ik natuurlijk ook nooit gedacht dat ik bij Jan Smit zou gaan spelen. Nee. Je bent even weg qua beeld, of ligt dat aan mij? Even kijken, hoor je mij nog? Ik hoor je wel, maar ik zie... Je ziet mij niet. Ik zie alleen maar ES in beeld. Oh jee, de mensen zien mij nog wel, dus dat is op zich wel fijn. Oh, daar ga je. Ja, maar dan gaat... Drukte even ergens op. Nee, dus we gingen bij Jan en dan... Toen gingen we hier in één keer van alles... ging hier in één keer knipperen en branden. Dus ik hoop dat we nog live zijn. Ben je er nog? Ja, ik ben er. Ik zie mezelf. Ik hoor jou niet meer. Rechtsboven in beeld. Ik zie je wel. Wacht even hoor. Even iets mis hier. Ik zie jou wel, maar ik hoor jou niet. Wacht. Even hier zo... Dit knipperen laten we uit, mensen. Even zien. Microfoon. Even naar wat instellingen. Even kijken. Staat die op pauze of op een screen saver? De mensen zullen jou wel horen, dus dat is fijn. Nou, als ik door wil praten, dan praat ik gewoon door. Maar ik hoor jou niet. Dat jij hoort me niet. Vervelend. Ik heb geen eer. Ik hoor jou weer.
Ja. Er was hier blijkbaar ergens een klein schakelaartje omgegaan. Oké, okay, maar ik zie jou nog steeds niet, maar oké. Okay. Nee. Nee, maar dat, ja, daar kan ik even nu niks aan veranderen. Moeten we de verbinding... Is goed. Er is even iets met mijn... ik zie het al hier. Er is iets met mijn USB... Batterij op. Nou, ik denk dat er iets met een USB-hubje gebeurde. Want alles ging in één keer op zwart. En mijn camera's zitten nu weer doorgelust via een USB-kabel. Nou, technisch verhaal. Oké. Okay. We horen elkaar nu weer. Ja, en we kunnen weer door. Dit knippen we eruit voor de podcast op iTunes. Maar je had inderdaad, je had nooit verwacht toen je op consultorium zat dat je dan bij Jan Smit... Bij Jan, je zou gaan spelen. Nee, inderdaad. Want dan op consultorium wil je nog in een rockband en je eigen liedjes. En nou ja. Bij Stuyvesant. En Jan, we kwamen bij Jan en die heeft ons zo verwend. Want die... Die had jarenlang getoerd met Jaap Buijs in Duitsland. Hij in zijn eentje, toen was hij nog een jonge jongen. En dan kreeg hij elke dag schnitzels. Hij zei, als ik ga toeren, dan gaan we nooit schnitzels eten, willen we verse biefstukken. Dus we hadden heerlijke catering mee en alles was top geregeld. Ah. Ja, daar ga je beter van spelen. Dat is zeker waar, ja, dat is echt waar. Daar ga je echt beter van spelen. De inwendige mens moet goed getiteld worden. Ja, ja, wij zijn zo verwend dat die band klonk als een klok, jongen. Ja. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die, als je dat eenmaal hebt meegemaakt, dan wil je natuurlijk, je wil niet meer minder dan. Nee, je wil niet, nou ja, je hebt eigenlijk niks te zeggen, want soms is het budget minder en dan ga je gewoon vanzelf mee. Ja. Maar, we als band proberen gewoon het beste uit de artiest te halen. Ja. En daarmee ook uit onszelf, als band. Dus eigenlijk niet eens als gitarist, maar als band. Echt als band, inderdaad. Oké, okay, dan komt weer een vraag binnen, zie ik hier. Van Koen Seidsma. Ah. Die zegt, zo'n Tros muziekfeest op het plein. Is dat leuk om er te spelen? En naar wat voor concerten ga jij zelf graag? Tros muziekfeest op het plein? Ja, maar dat zijn allemaal tapeartiesten. Of hij bedoelt muziekfeest van het jaar in de Ziggo. Oké. Okay. Want dat is wel met band. Dat is met Oud en Nieuw. Is dat nu twee keer uitgezonden. Ja. En dat is geweldig. Want dan spelen we met een 40-man orkest, strijkers en de hele bende. En dat is heel leuk. Ja. Dat is een hele leuke opdracht. Het muziekfeest op het plein, dat is inderdaad gewoon... Ja, dat zijn de artiesten met een tapeje. Ja, precies. En dan zat ik in de wagen en dan moet ik een beetje kijken of het allemaal goed gaat. Dus maar daar hoef ik eigenlijk niet te spelen. Nee. Dus ik denk dat hij in de Ziggo bedoelt. Ja, precies. En dat is fantastisch, ja. In de Ziggo, het lijkt wel lang geleden, maar... Ja, want heb jij ook die Holland Zingt Hazes concerten? Nee, heb ik nooit gedaan. Nee. Nee. Nee, dat dus is... Wel André Hazes dan. Ja. Daar doe ik dan alles voor. Behalve spelen, eigenlijk. Ja, maar dat doet jouw zoon toch, of niet? Ja, want die heeft, dat is Mickey Visser. Ja, Mickey, ja. Die heeft die de Mickey Visser band. Ja, ook nog, ja. Dat is toch wel kicken volgens mij als vader, denk ik, of niet? Ja, geweldig, hè? Ja. Ja, heel trots op. Ja. Ja, die doet het goed. En die band is ook, die gaat als een speer. Allemaal jonge jongens. Ja. Goeie gast ook. En die begeleid ik een beetje aan de zijkant. En ze bellen me steeds minder, dus het zal wel goed gaan. Ja, dat is te gek. Ja, ik zie dat natuurlijk en denk ik, ja hoor, daar is die jonge generatie alweer. Weet ja, je geweldig. Ja, heel leuk. En allemaal supergoed geregeld. En, ja. Nou ja, hij heeft natuurlijk gewoon een goed voorbeeld. Ja, dat is ook goed. André. Ja. Ja, ik was op Curaçao afgelopen, wanneer was het? Januari? Februari, toen hij daar was. Ik was daar ook, ja. Ah. Ik was op vakantie. En we hadden kaartjes voor dat concert gekocht. Want ik dacht, dat wil ik wel zien, weet je wel. Te gek. Ja. En, maar ja, ik heb twee jonge kinderen. Okay. En het zou, weet ik hoe laat beginnen. Een uur, zeg maar, nadat de aangegeven tijd was, was het nog steeds niet begonnen. En die kinderen begonnen te muiten. Dus op een gegeven moment moesten we gewoon vluchten. En we hebben dus echt geen nood gezien. Ah, dus, zonde. Ja, dat was jammer. Ik baalde er wel van. Dan moeten we een keer komen. Gaan we regelen. Ja, dat vind ik leuk. Dat gaan we gewoon doen. Gaan we regelen. Hey, even kijken. Als je nog vragen hebt voor Marcel, kom vooral door. Met die vragen. Want een vraag wat ik wel aan je zou willen stellen. Ja. De Beste Zangers natuurlijk. Dat is het succesprogramma wat mij betreft qua muziek van de afgelopen jaren. Ja, goed hè. Dat is echt zo geweldig. Laten we eens even kijken naar iets wat daar toch wel heel groot is geworden. Deze. Alles ging over de liefde.
liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overlaten. Die hoor je niet. Davina Michel staat nu. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. De hits van vorig jaar inderdaad. 2 jaar geleden alweer. We staan samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in mijn gezicht. 2 jaar geleden volgens mij. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Ja. Ogen dicht voor onze laatste set. Wat een hit is dit. Ja, maar dat had... Kijk, wij zijn niet met hits bezig als we het programma maken. Nee. Hoe gaat dat? Hoe worden die nummers zo verdeeld? Laten we daar eens mee beginnen. We zijn met z'n drieën. Een redacteur en nog een producer en ik. Ja. En we gaan zoeken eerst alle mensen bij elkaar. Er is een heel proces van... als er een oud iemand meegaat, dan moet er een jong iemand mee. En dan moet er man, vrouw, stijl, muziek. Er zijn heel veel parameters waar we rekening mee houden. En dan gaan we schuiven. En eigenlijk die eerste die ja zegt... En dat was met Davina Michelle was de eerste die ja zei was, even kijken, Lee Towers. Die was in dat jaar, ja. Dus Lee bepaalt al, die bepaalt al dus dat bijvoorbeeld Barry Hay niet mee kan, omdat het dan al een tweede oudere is. Ja, je moet dus altijd, is altijd een soort van casting. Ja, ja. En dan zijn we op zoek naar de juiste formatie eigenlijk. En als we die hebben, dan gaan we gesprekken aan met de gasten. Ja. En dan gaan we hun verhalen aanhoren. En dan willen we hun muzikale leven horen en hun privéleven. Alles willen we weten. Ja. En wat voor muziek daar aan hangt. Hebben mensen altijd raakvlakken. En als dat er is, dan komen we tot iets. En dan gaan we liedjes verdelen. En Davina wilde dat liedje helemaal niet zingen. Eigenlijk, want ze zong Engelstalig op YouTube. Yeah. En ze wilde helemaal niet Nederlandstalig. Maar we hebben het niet gedwongen, maar vriendelijk verzocht. Van, doe het nou. Ja, er moest ook een couplet uit van het origineel. En, dus dit is het geworden. Ja. Nou ja, en toen op het eerste gesprek kwam ze volgens mij in een Datsun aan of een Nissan. En nu heeft ze 3 BMW's en een tank en een weet ik veel wat allemaal. Eigen vliegtuig, Davina Michel. Ja, ja, ja. Het is heel grappig. Vliegveld. Ja, dat is niet normaal. Dat is zo... Ja, maar ze heeft het geweldig gedaan. Echt geweldig. Ja, nou ja. En het zal me niks verbazen als zij internationaal gezien ook nog wel hoge ogen gaat gooien. Ja. Ik denk dat... want ze had natuurlijk dat nummer wat gekoppeld was aan de Grand Prix van Nederland. Ja. Het is jammer dat het natuurlijk niet is doorgegaan. Want ja, dat... Hoe kwam dat ook weer? Iets met een virus, geloof ik. Het schijnt. Ik heb even vergeten. Het is lekker als je even zo een uurtje aan het kletsen bent, dan vergeet je dat soort dingen. Ja. Kijk, en deze is me ook dat heel erg bijgebleven. Ik pak hem er even bij. Woe! Tino Martin. Ja. Eigenlijk was dat het enige liedje. De maan staat hoog aan de hemel. Wisten, dit wordt een hit. Ja? Echt het enige, ja. En hoezo wist je dat dan zo zeker? Ja, tijdens de repetitie ontstond dat zo, op deze manier. En toen hadden we het gevoel van... En Tino hoorde het helemaal niet, want die kende het liedje helemaal niet. Mm-hmm. En we hebben het opgenomen, want we gaan dan in Nederland al repeteren. Ja. En dan mogen ze de repetitie mee naar huis nemen. En toen ging hij thuis oefenen. En op Ibiza gebeurde het. Dus. Ja. Maar toen hebben jullie later is of ik weet niet hoe gaat het dan, want uiteindelijk dan is die uitzending en dan wordt denk ik aan de hand van de reacties van het publiek pas echt bepaald van dit is een hit. Dat is de radio. Daar hebben wij helemaal geen invloed op. Niks. Nee, maar goed, ja, dat is de radio, maar dat is natuurlijk ook het moment dat het op tv is. Ja. Dan en Twitter ontploft bij wijze van spreken. Ja, dat gebeurt. Dan gebeurt het. Als zij weet het, dan weet je het gewoon. Ja, precies. Ja. Nee, maar als de uitzending is, dan zitten wij ook te kijken van wat gebeurt er. En in het begin zijn er altijd mensen van, ja, die ken ik niet. En die ken ik niet. En die kan niet zingen. En daar heb ik een hekel aan. Ja. Ja, zo is dat. Ja. En na 3 uitzendingen, na 4 uitzendingen, is iedereen algemeen aanvaard. En vindt iedereen heeft wel een favoriet. Ja.
Ja, dat is toch wel mooi om te zien. Ja, we hebben gewoon respect voor elkaar. En ja, iedereen heeft wel een verhaal, namelijk. Ja. Nou ja, dat, en dat verhaal wordt mooi verteld door, en dat vind ik zo knap, liedjes van een ander eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar ja, dat zijn er allemaal, aan de voorkant wordt heel veel aandacht geschonken. Ja. Kost heel veel tijd. We hebben nu in november hebben we alweer een reeks opgenomen. Die overigens fantastisch wordt. Ja. Is, vanaf mag ik nog niet zeggen, denk ik. Maar geweldig, allemaal kijken. Het wordt niet uitgezonden, joh, dit. Nee. Nee, het wordt niet uitgezonden. Maar oh, dus dat is al opgenomen. De nieuwe reeks is al gewoon... Ja, ja. En wij zijn nu al in... Ja, de komende reeks die we gaan opnemen staat ook al helemaal in de stijgers. Zo. Wauw. Ja. Dat is wel echt... Dus qua werk, qua voorwerk is het gewoon allemaal helemaal... Ja. In kannen en kruiken. Ja, zeker. Ja. Maar zitten jullie dan nu te wachten op een soort van go van we kunnen naar Ibiza of we gaan het in Nederland dat doen? Is, nou, waarschijnlijk wordt dat het probleem, ja. Ja. Ja, want we zouden in oktober gaan. Oh ja. Ja, nou ja, zeg het maar. Ja, ik las vandaag dat, en we spreken nu 2 juni, you know, dat vanaf 15 juni of zo, juli... Ja, maar dat is het probleem ook niet. Het probleem wordt nu voor ons, omdat we met 65 man op pad zijn, oh ja. De verzekering. Oh ja, natuurlijk. Dus waar wij nooit aan denken, alles moet verzekerd zijn. Ja. En er is nu geen verzekeraar die dat... Dat dekt. Nee. Dus dan zou je dat gewoon in Nederland moeten gaan opnemen, om die sfeer te creëren in een studio ergens. Ja, nee, nooit in de studio. Nee, dat werkt niet in de studio. Buiten. Daar gaan we met z'n allen ritje op de hei bewijzen van. Ja. Maar niet in de studio. Dit is geen studioprogramma. Nee. Niemand mag naar huis. Het moet echt een schoolreisje gevoel zijn. Ja, precies. Wordt er nou nog een beetje gezopen tijdens tijdens zo'n weekje? Of is iedereen heel netjes echt 10 uur in de bed? Klinkt heel stom, maar we zijn gewoon heel hard aan het werk. Ja, dat begrijp ik. We beginnen om 10 uur 's ochtends. En dan om 2 uur 's nachts zijn we klaar. En dat 3, 4 dagen achter elkaar. En dan gaan we weer naar huis. Ja. Ja, precies. Wordt natuurlijk wel gedronken, hoor. Ja, klein biertje on the side. Ja. Ja. Nou, het wordt niet dan anders. Ik ken natuurlijk onze vriend Tino Martin een beetje. Dat is wel grappig. Ik ken Tino al heel lang. Oh ja? Alleen hij wist helemaal niet dat ik hem kende natuurlijk. Want zo gaat dat. Ik kom uit Leidschendam oorspronkelijk. En in Leidschendam hadden we een feestcafé. Feestcafé Het Biggetje. En daar stond Tino, toen nog Tinus genoemd. Als de huisentertainer altijd op de bar. En altijd zijn René Vroeger act te doen. Ja. En dat deed hij super goed, joh. En dus daar voelde hij al aan van, oké, deze gozer die is wel echt... Weet je, tussen het glazen door ophalen, stond hij dan weer, knalde hij weer op de bar, microfoon erbij. En dat zat hem zo in het bloed. En dat verbaasde me niks. Op een gegeven moment zag ik hem bij, wat was het? Soundmix Show. Toen deed hij ook Vroeger, geloof ik. Oh ja? Oh, dat weet ik niet. Jaren geleden ook, toen de Soundmix Show er nog was. En afgelopen jaar, toen zat ik in een writers camp voor zijn nieuwe album. Ja. En dat vond ik geweldig om te doen. En toen heb ik hem dat wel even gezegd. Ik zei, joh, leuk. Ken je nog van Feestcafé Het Biggetje? Hij zei, oh echt, lachen. Want daar komt ik ook daar uit de buurt vandaan. Dus, ja. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik vind het een sympathieke gozer. En leuk om te zien dat... wie doet zijn... Wie is zijn band, zeg maar? Heeft hij ook een echt zo'n vaste... Volgens mij... Ja, ik weet het wel. Joost Kroon, toch? Joost Kroon. Dat zou zomaar kunnen. De drummer, inderdaad. Ja, het zou kunnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog niet... Ik heb nog geen live show echt van hem gezien. Anders dan wat... Ja, nee, maar dat is ook allemaal top, hoor. Allemaal zo echt... dik voor elkaar. Ik heb wat beelden toen gezien van de Ziggo Dome. En ik heb een liedje voor hem geschreven toen tijdens dat camp. Is dat opgenomen? Dat gaan ze opnemen als het goed is. Dat komt op de plaat. Ik heb in ieder geval te horen gekregen dat het erop komt. En, want ik zat in de auto op weg naar dat writers camp toe. Helemaal in het oosten van het land. En ik had wat dingen opgezocht. En ik zag dat zijn show altijd begon met een cover. Ja. En ik dacht, dat kan toch niet? Je moet gewoon met een eigen nummer beginnen. Je hebt gewoon een soort show opener nodig. Echt gewoon een rammer. Hij begon met Toto. Ja, Toto inderdaad. Dat ik echt dacht, ja... Oké, hold the line, leuk. Ja. Maar why?
Je hebt gewoon, je bent je eigen artiest, je bent je eigen merk. Laat het zien, weet je. Dus dat, met dat idee ging ik toen naar die sessie in. Okay. En dat nummer komt als het goed is op de plaats. Ik ben heel erg benieuwd. Heel goed. Ik hoop echt dat het ooit, weet je, als die grote show... Als doet, opening, dat, ja. Dat dan echt lukt ook, weet je. Dat zijn dan van die kleine dingetjes die je dan op de achtergrond... Ja, top. Oké, we gaan weer even terug naar de gitaar. Even een stukje gearbeleving. Ja. We hebben het al gehad over je versterkers. We hebben het gehad over je gitaren. Qua effecten en dat soort dingen. Je pedalboard. Ja, hoe ziet dat eruit? Ja, minimaal. Een delaytje, een echo, een tremolo, een chorusachtig ding. Een phaser. Hij ligt hier maar. Even kijken. En nog een Tube Screamer. Ja. Allemaal. Ik ben niet zo'n effectengast. Nee, het precies. Het is gewoon clean, crunch en overstuurd eigenlijk. Ja. En dat met een beetje gallen met delay. Dat is eigenlijk het meeste wat ik doe. Ja. Dus het is en een volumepedaal en een wah en dan een beetje wat swell spelen. En een delaytje van links naar rechts en weer terug. Ja. En wat heb je ook al dan jaren dezelfde delay die je gebruikt? Ja. In de camper zit, ik weet niet, dat heb ik die stereo delay ingesteld en die zit er nog steeds in. En daarom heb ik nu alles opnieuw geprofiled en dan ga ik allemaal weer opnieuw routen en zetten. Ja, precies. Ben je dan ook nog... Ja? En mijn losse pedaal, dat is een... Even kijken hoor, hij ligt hier. Ja, zo'n groot... zo'n T-Rex. Oh, de T-Rex replica is dat volgens mij. Ja, al die T-Rex dingen. Ja, dat is te gek, hè? Ik ben ook groot fan van T-Rex. Ik gebruik zelf die compressor van hun. Oh ja, heb ik ook. Compnova. Weet je wat ik echt lastig vind? Na de camper, dat al die levels moet je weer opnieuw instellen. Als je met een versterker gaat spelen en zo'n pedalboard. Ja. Dat vind ik echt vervelend. Ja, dat is inderdaad ook vervelend. En, ik ben gewoon niet meer gewend. Je bent gewend gewoon al die tijd van, oh ja, dan stel je hem even bij op de camper of alles wat digitaal is. Doe je wat harder, zachter, je treble erbij. Ja. Nou, dat sla je dan op en dan is de volgende keer is het goed. Ja. En nu is het elke keer weer... Is het weer even zoeken. Gewoon. Ja, het is gewoon kloot in. Ja, dat herken ik. Omdat ik te weinig dan ermee speel, hoor. Dat is natuurlijk ook. Als je inderdaad dan weer met een M gaat spelen, is dat toch altijd weer... Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik heb een paar toertjes gedaan met, zeg maar, mijn camper. Ja. Dat was ook een toertje met in-ears en zo. En dat vind ik dan toch altijd wel lastig om echt zo'n gevoel te krijgen van... Ja. Weet je wel, ik kom toch uit die jongere shows vibe. Waarin je gewoon snap ik. Veel te klein podium, een 4x12 Marshall stack achter je zetten. Weet je, op twee barkrukken, dat kon eigenlijk helemaal niet. Nee. En dan mis je toch een soort van die oemf, weet je wel? Ja. Hoe zorg je dat jouw in-ear sound lekker is? Ja, dat is altijd goed. We hebben ook altijd dezelfde monitoring. Oh ja. Dus dat zit ook vast bij de band. Dus ja, eigenlijk is altijd alles hetzelfde. Dat is lekker. En knetterhard. Ja? Ja, ze zeggen met oortjes... is goed voor je, geen gehoorbeschadiging, maar dat geloof ik allemaal niet. Nee joh. Ik begin op 5 en eindig op 9. Ja, ga je echt zo hard, ja? Ja hoor. Zo. Ja, man. Ja, zeker in een stadion of in een Ziggo, dat gaat het gewoon knetterhard. Want 15.000 man maakt echt veel lawaai. Ja. Ja, maar dan krijg je op je in-ears krijg je natuurlijk ook daar nog wat van mee, zeg maar. Ja, krijg je mee terug. Ja, maar dat vind ik niet zo erg, want dan voelt het een beetje ruimtelijk. Dat is het nadeel van in-ears. Nou ja, voor de mensen die denken in-ears, dat zijn deze jetsers inderdaad die wij in hebben. Dat zit echt gewoon een soort van tegen je trommelvlies aangedrukt. Ja. Daar moet je heel erg aan wennen. En die theatertour die ik dan net gedaan heb, de Gitaarmannen theatertour, daar speelde ik gewoon met floormonitortjes. Ja. Ja, dat geeft dan ook wel weer heel veel ruimte. Zeker in een theater, als je ook verhalen vertelt. Ja, zeker. Maar ik kan me voorstellen, als je inderdaad de band bent, dan wil je gewoon dat het altijd hetzelfde is. Klopt. En wij spelen heel veel met klik. Ja. Of heel veel, gewoon altijd. Gewoon alles, ja. Ja. Dus je moet gewoon de klik horen.
Ja. Heel simpel. Ja. En die en moet het wel aftellen hard zijn. En het, ja, dat staat er allemaal op. Ja. Even kijken, er komt een vraag binnen. We hebben een vraag van de Destructor. Dat zie ik hier. Even kijken. Goedenavond, heren. Marcel, wat is jouw favoriete liedje aller tijden? Jeetje. Ja, dat is wel even een vraag om bij binnen te komen. Nou, ik heb een Spotify-lijstje. En dat doe ik, dat deed ik, dat doe ik de laatste tijd niet meer. Elke zondag mocht ik daar een favoriet liedje bij zetten. Maar dan mocht die alleen echt goed zijn. Ja. Niet een beetje goed. Ja. Dus als ik die lijst erbij pak, dan... ik heb niet echt een... Ik hou heel erg van akoestische gitaarmuziek. Ja. Beetje country-achtig. Dus ik vind James Taylor heel erg mooi. Mm-hmm. Muziek. Hij vind ik echt geweldig akoestisch gitaar spelen. Ja. Mooier dan die zingt eigenlijk. Vind ik. Welke vind jij van James Taylor echt... Nee, maar hij speelt zo heel clean en die fingerpicking klinkt allemaal perfect bij hem. Weet je wat voor een akoestische gitaar hij speelt? Nee, volgens mij Canadees merk. Oh ja. Heel duur zijn. Ik heb het wel gezien, maar... Ja, precies. Nee, ik ken het niet. Wat voor akoestische gitaar heb jij zelf? Ik heb Santa Cruz. Santa Cruz. Ah. Ja, Santa Cruz is... daar ben ik endorser van. Het zijn echt fantastische gitaren. En handgemaakt, Californië. En die worden nu op bestelling gemaakt. Dus je kan ze niet meer bestellen. Gewoon, ze liggen niet meer in de winkel. Je kan ze helemaal naar je hand maken. Later maken. Dus zijn er nog wel modellen bijvoorbeeld bij de Fellowship? Ja, zeker. Ja, ik heb er wel eens een paar aangeraakt inderdaad. En dat vond ik echt geweldig. Ja, echt geweldig. Ze zijn helemaal in balans. En ik heb nu een gitaar. Het is, als je erop speelt, is het een vleugel. Dat laag is echt zo diep en heel helder en duidelijk. En dan die sprankel van het hoog erbij. Echt, geweldig gitaar. Want heb jij, dat is mij steeds meer opgevallen met zeg maar de hele dure akoestische gitaren. Ik was toen een dagje een keer bij de Fellowship en dan ging ik een beetje alles zo de revue laten passeren. Ja. En wat mij opviel was dat de ene gitaar die blinkt echt uit gewoon zeg maar als je erop gaat tokkelen. Ja. Maar als ik dan gewoon een beetje slag speel, denk ik, weet je dat die een beetje vol loopt in het laag en zo? Ja, zeker. En de andere gitaar die pak je dan weer en dan denk je, ja, dit is te gek als gewoon, weet je, om lekker te strummen. Ik heb Ik heb twee verschillende gitaren waar ik alle kanten mee op kan. Ja. En ik heb een kleine Santa Cruz, dus een triple O. Dus eigenlijk een klein model, ook voor kleine pinda's. Heeft maar 12 frets. Ah. En die klinkt, die is niet te diep en niet te hoog. Dus hij klinkt heel compact, maar wel heel vol. Ja, te gek. En die is gewoon helemaal handgemaakt, speciaal? Ja, alles is handgemaakt, ja. Maar speciaal voor jou ook op bestelling gemaakt? Of? Nee, die triple O heb ik al heel lang. En die custom, die heb ik nu een jaartje, denk ik. Die is niet speciaal voor mij gemaakt, maar er is er maar één van. Ah, heb je hem daar toevallig staan? Of, ja, zeker. Kun je hem eens even erbij pakken? Wat wil je eerst? Nou, maakt niet uit waar je die het eerste tegenkomt. Oké, let op. Ja. Eerste triple O. Ja, eerst. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Wacht even hoor. Moeten we even inpluggen. Ja. Dit is de triple O. Dat is een heel klein gitaartje. 12 frets. Heel compact. Ja. Direct. Ja. Ja. Hier doe ik de slagjes ook op. Ja. Hij klinkt toch ook heel vol? Hè? Hij klinkt toch ook heel vol, vind ik. Ja.
Voor een triple O vind ik hem lekker veel laag hebben. Ja, maar dat is helemaal in balans. Ja. Oh man, ik wil ook een Santa Cruz als ik dit zo hoor. Dan pak ik nu die andere die. Ja, is goed. Ja, deze heeft 14 fret. Hij is iets dikker, iets breder. Gewoon een body. Ja. Het is allemaal iets meer. Ja. Ja, dat hoor je. Het is niet harder, maar in zijn totaal is het gewoon voller. Ja. Hey, zijn er dan... Als jij die gitaar zo beet hebt, heb je dan voor jezelf nog bepaalde oefeningen die je nu nog steeds doet? Om jezelf soepel te houden of om op te warmen? Nee, het is verschrikkelijk gewoon. Toen ik van school af ging, 30 jaar geleden, speelde ik op mijn best, technisch gezien. Ja. En daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Het is gewoon echt functioneel. Daarna ben ik gewoon echte noten gaan spelen die er echt toe doen. Ja. Dat denk ik dan. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus het heeft veel meer zeggenschap gekregen. Dat vind ik belangrijker dan technisch allemaal dingen kunnen. Want dat kan ik gewoon niet meer. Want dan moet je gewoon bijhouden. Ja, dat is waar. Dat is gewoon een sport. Het is inderdaad een sport, maar heb jij bepaalde oefeningen die je doet om op te warmen of zo? Ja. En dat een beetje. Dat? Ja, dat. Zijn dat wel dingen die je elke keer doet voordat je opgaat? Ja, maar dit is gewoon de simpelste manier om een beetje nog iets te kunnen. Ja, gewoon om op te warmen. Ja, om op te warmen, ja. Dan is dit het meeste wat ik doe. Voor de rest doe ik niks. Nee, want ik vind het moeilijker en belangrijker om gewoon iets neer te zetten. En wat dan dit bijvoorbeeld is. Ik doe maar wat. Ja, dat vind ik dan mooier om dat goed te kunnen neerzetten. Dan al die... Ja. Daar ben ik meer van. Ja, nee, dat I hear you, man. I hear you. Dat heb ik zelf ook. Ja. Ik haat het om te repeteren. Ik kan heus wel een solotje spelen. En het zit er allemaal er wel op, maar... Ja. Ja, bij de beste zangers vragen ze het daar niet om. Nee. Nee, precies. Dus dan vragen ze dus... intro. Ja, oké, intro. Dan gaan we. Ja. Ja, heerlijk man. Ik vind het echt geweldig om zo even met je te praten een uur lang. We zijn al een uur onderweg, joh. Oh ja? Het gaat echt super hard. Ik ga eens even kijken, ga eens even die dilemma's erbij pakken. Ja. En dat moet natuurlijk gewoon wel eventjes. Oké, de dilemma's. Ik ben heel erg benieuwd welke je gaat kiezen. Je huis zit in de fik. Je vrouw, je kinderen, iedereen, je huisdieren, iedereen is veilig. Maar je hebt nog kans om één gitaar te pakken. Welke pak je? Dan pak ik die andere Triple O. Triple O, ja. Ja, en dat is... Ik geef helemaal niet om spullen, hè? Nee. Want dit is mijn derde Triple O. De eerste is gestolen uit de auto. Ach. Ja, die klonk het beste. Maar die is gewoon weg. En dat is een jaar of 10 geleden. En de tweede, toen ging ik naar de importeur, voerman in Amersfoort. Ja. Heb ik een eentje uit het rek gehaald. Maar die klonk eigenlijk... ik weet niet, er was iets mee. Ja. Dus die heb ik verkocht.
En toen heb ik een andere gehaald. Toen heb ik uit 5 gitaren, 5 triple O's, heb ik deze gekozen. En ik ben er heel blij mee. Maar als die weg is, dan halen we weer een nieuwe. Precies, ja, nee. Het zit voor jou niet in die gitaar. Het zit hem gewoon meer in. Het gevoel wat je in de gitaar kan leggen. En het zit in jouzelf. Kijk, die gitaar, je moet er echt wel op spelen. Want hij klinkt nu wel beter dan dat hij toen hij in de winkel stond. Mm-hmm. Dat is gewoon met hout. Dat moet leven, dat moet trillen. Met de jaren. Dus beter. Dat is dan jammer. Dat ik dan weer op een nieuwe gitaar speel. Of ik moet een tweedehandse kopen. Maar in principe is het gewoon een werk ding. Het is gewoon een stuk gereedschap. Ja, het is gereedschap, ja. Het is gereedschap, ja. Ja, en ik wil gewoon wel het beste gereedschap wat er is, maar... Ja. Ja. Ja, het is niet zo... Geef je gitaren ook namen? Nee. Ik had het niet verwacht, maar ik had het een verrassend antwoord gevonden. Als je in één keer had gezegd van wel. Nee. Nee, ik doe het ook ik ben heel aan. Slecht in namen namelijk, dus dan misschien vergeet ik het dan. Pak ik straks de verkeerde gitaar. Precies. Oh, er komt nog een vraag binnen. Die wil ik even erbij pakken. Die komt nu net zo binnengevlogen. Eens even zien. Die is van Marco Kooi. Die zegt, hebben jullie het intro van Mr. President van Tim Akkerman van tevoren geschreven? Of kwam dat uit de losse pols? Goeie inhoudelijke vraag, Marco. Dank je wel daarvoor. Even Mr. President... Nee, dat gebeurt gewoon zo. Maar zo gaat het intro toch? Dat weet ik niet meer. Nee, ik weet ook niet precies hoor. Ik ken het nummer even niet meer. Ik weet het niet eens. Was dat Mr. President het nummer van Pink of niet? Nee. Oh, wel van Pink of van die drie meiden? Het is Dixie Chicks. Nee, Pink. Van Ja. Nee, dat is 2 jaar geleden. Gaat hard. De tijd. Ja. Okay, nee, dat is gewoon ontstaan tijdens een repetitie. Dat ontstaat tijdens een repetitie inderdaad. Want jullie gaan dus van tevoren eerst repeteren. Dan wordt het eigenlijk een soort van gezet. Dus dat echt. Ja. En dat pakken jullie gewoon op. De zanger of zangeres in kwestie repeteert dat thuis. Daar wordt denk ik ook, want dat vroeg ik me altijd af. De toonsoort, dat is natuurlijk altijd een dingetje. Ja, van tevoren. Of in de repetitie al. Want wij kunnen heel snel schakelen. Toontje hoger, toontje lager. Maakt niks uit. Ja. Nee, precies. En maar volgens mij is dat intro is gewoon origineel. Daar is niks aan gedaan. Nee. Ik vond het een goede vraag van Marco. Ja. Eens even kijken. We gaan door met die dilemma's. Ja. Eens even kijken. Ben jij meer van de fingerpicking of van de slag? Allebei tegelijk. Als ik fingerpicking doe, dan doe ik dat met een plectrum. Ah. Ja. Ja, ik zie het. Dus je gebruikt gewoon... Dus de basnoten doe je met je plectrum? Ja, de bas doe ik met plectrum en de rest 2 of 3 vingers. Dit is iets wat je jezelf hebt aangeleerd qua stijl? Ja, ik weet niet. Het is gewoon zo ontstaan. Ja. En met vingers vind ik moeilijk. Ja. Heb veel minder controle. Ja, dan wordt het meer een soort van random. Maar met vingers heb je wel 1 extra vinger, dat is wel waar. Zeker met die bossa nova dingen. Ja. Heb je gewoon een bas en 3 vingers. Ja. Ja. En met de plectrum heb je dan 1 vinger te weinig. Misschien hoor je het niet, maar dan heb ik een bas en 2 vingers over. Ja. Dus dan kan je in principe heb je minder toon. Minder. Ja. Je mist even één snaar. Mist 1 noot. Je mist een snaar. Als je het heel snel doet, dan heb je het niet in de gaten. Nee, sowieso. Als iets heel snel gaat, dan hou je de mensen altijd voor de gek wat dat betreft. Ja, ik kan niet meer snel. Lukt niet meer. Nee, dat gaat. Dat is op een gegeven moment. even kijken, wat hebben we nog meer? Dunne of dikke plectrums en zo. Waarom wel? Ja, dat is. Kijk, ik heb voor de jazz gewoon de Dunlop 3, Jazz 3. Oh ja. Met een puntje. Ik weet niet waarom, maar dan heb ik gewoon meer controle.
Hoe ziet dat puntje eruit? Kun je dat puntje wat dichter bij de camera? De camera zit hier. Ja. Met, kijk, dit is een puntje en heb ik hier nog een versleten puntje. Oh ja. Ja, precies. En dat is echt, met een versleten puntje, dat is echt, ja, dan mis je gewoon. Ja. Dan schiet je gewoon naast. Dan schiet je mis. Dus over het algemeen heb je denk ik wel dikkere plectrums. Dan, ja, en dan voor de slaggitaar zo'n grote. Oh ja. Eigenlijk zo. Zo'n Dunlop. Ja, en dat is dan een groene en dan een donkerroze. Die ligt hier even niet. Volgens mij is dat 0,96. Ja, volgens mij wel. Ja, en deze is iets dunner, maar die had ik nog. Maar eigenlijk moet ik die roze hebben. Deze is te dun. Ja. En deze is helemaal te dun, maar die doe ik soms voor slagjes als je alleen maar geraspt wil horen. Precies, ja, dat is inderdaad voor de studio gitarist. Ja, studio dingen, daarom liggen ze hier ook. Ja, dat heb ik ook. Ik heb ook van die hele dunne, dat is soms net een soort van papier bijna. Ja. Maar dat geeft dan net even... Een soort shaker. Ja, ben je een soort shaker inderdaad. Ja, shaker. Eens even kijken. Nou ja, deze hoef ik niet te vragen. Camper of buizenamp? Ik denk dat het antwoord wel duidelijk is. Ja, ik heb van de week weer een buizenamp geprofiled. En in de studio hoor je geen verschil en op mijn oortjes ook niet. Nee. Dus puur het gevoel. Ja. Wat je dan live met een buizenamp waarschijnlijk wel hebt. Maar ja, in de Ziggo of Ahoy dan... Nee, maakt geen verschil, want daar sta je zo ver van je amp af dat gewoon niet uitmaakt inderdaad. Even kijken, pom pom pom. Ja, de laatste dilemma vraag. De nagels van je rechterhand, kort of lang? Lang, want dat heeft te maken met al die Spaanse dingen die ik doe. Oh ja. Heb je die nylon daar ook in de buurt? Nylon, ja. Ben ik wel benieuwd naar. Dus een teler. Nou ja, dan heerlijk. Moet je die rolls doen. En dat moet met je nagels. Ja. Ja, dat moet gewoon. Dat dus. Heerlijk. Maar hier doe ik gek genoeg wel met alle vingers spelen. In plaats van plektrum. Ah. En hoe komt dat? Dat is toch ook omdat die Nijlsnaar... Ja, dat is dat klassieke gedoe. Maar dat voelt ook anders. Die snaarspanning is ook anders. Ja. Zit verder uit elkaar? Ja. Als ik dit hoor, heb ik gewoon ook veel zin om een Nijlsnaar te pakken dadelijk. Ja. Heerlijk. Mooi man. Ja, mooi spelen. Ja, geweldig. Ook geweldige gitaar. Ja. Hier heb ik het meeste geld mee verdiend. Ja, dat is wel de moneymaker. Of hoe noemde Nile Rodgers het ook alweer? Als je het uitdrukken, dan is dit deze gitaar. Op de radio, hè? Ja, dus dat is wel de Sena Shaker onder de gitaar voor jou. Voor mij wel, ja. Ja, te gek. Hey, heb je nog voor de toekomst toffe dingen in de agenda staan die hopelijk doorgaan? Vakantie... Zwembad wil ik nog. Ja. Nee, ja, spelen. Ik hoop echt werkelijk dat Pinkpop doorgaat. Nou ja, dat we überhaupt weer een keertje kunnen spelen. En dat gewoon... Er staat iets op het programma, maar daar kan ik ook nog niks over zeggen. Oh, jammer. Ah, daar kijkt niemand. Nee. Nee, er staan echt hele mooie dingen te gebeuren. Maar het zou al binnenkort zijn als we dan nog zouden mogen spelen. Alleen alles is gewoon opgeschoven. Ja. Ja, precies. En dat, ja. Ja, en beste zangers, dat gaat dan... Ja, dat loopt en dat wordt een fantastisch seizoen. Ja. Zijn er al namen van naar buiten van wie er Nee, nog niet. Ook nog niet? Nee, dus daar kan ik ook niks van zeggen. Nee, precies. Nee. Ja, te gek. Dus er zitten nu heel veel artiesten die weten gewoon al van... Oh, dit zou... Ja, dat inderdaad. Maar die weten ook gewoon van... Volgens mij heb ik een hitje, laat die coronatijd... Dus ik denk de artiesten die nu gewoon eigenlijk... die je de afgelopen weken niet gezien hebt... Ja. Die weten gewoon van... Mijn tijd komt nog wel. Ik weet ik blijf zeker. Even rustig. Ik zing hem even uit. Ja. Ja, precies.
Dus jij verwacht je dat er weer zo'n echt een grote rammer van de knijter, van de jetser tussen zit? Ja, er zitten gewoon echt hele mooie dingen bij. En ook weer onverwachte samenwerkingen. Ja. Dat wil ik nog wel eventjes laten zien natuurlijk. Dat was afgelopen seizoen natuurlijk het ding. Ja, dat begon het jaar zo goed, jongen. Het is jammer dat jij het natuurlijk... Floor. Ja, dat jij het nu even niet kan horen. Maar ik start nu eventjes Phantom of the Opera in. Ja. Ja. Het was echt een... aan de ene kant natuurlijk wel een soort van verwachte samenwerking. Ja. Omdat ze natuurlijk... Ja, met Henk en zo. Maar Henk, het was... Ja. Kijk, we hadden haar gecast. En wij mochten bij haar op bezoek komen in de Ziggo. 2 jaar geleden. Nee, vorig jaar november. Nee, ja. 2 jaar geleden november. Nou, zij, wat is dat dan? Want ze woont in Zweden. Ja, beste zangers, leuk programma. Oh, nou, kom maar praten. Dus wij praten. Het is een hele grote vrouw met allemaal... van die vikingen in de band, weet je, ja. Nightwish. Ja, ja. En geweldig. Nou, zij ging dus een programma kijken. En toen, ze ging mee. En dan, toen kreeg ze het repetitieschema. Ze zei, 3 uur repeteren. Ja, maar dat ga ik niet doen. Daar ga ik niet mee. Want ik zit altijd 3 weken met de band in een repetitiehok. Wow. Ja, 3 weken? Dat kan niet. Dit is televisie. Dat moet gewoon binnen een paar uur. En dat zit. Ja, maar bepaal ik na de repetitie of ik dan wel meega. Ja, dat zei ik niet, maar dat de producer van ons programma. Zei, dat kan niet, want we moeten gewoon doorproduceren. Want als je niet meegaat, dan moeten we iemand anders weer zoeken. Nou ja, dus uiteindelijk wij repeteren. En dat ging, ze vond het geweldig aan. En we hadden ook ons goed voorbereid. En uiteindelijk vraagt ze ons op haar solo-tour mee. Kijk. Dus dat was echt wel... Ja, dat is wel kicken. Dat is even hoe alles dan weer echt bij elkaar komt. Ja. Ja. Hey, heb je dan nog gasten waarvan je zo graag zou willen dat ze meedoen, maar dat ze niet mee willen doen? Zeker. Ik bedoel, we spelen elk jaar zit er wel een liedje van Marco bij, Borsato. Ja. Dus ja, waarom hij niet? En Pascal en Barry Hay willen we graag mee. Ja. Guus Meeuwis willen we graag mee. Want die mensen hebben gewoon een verhaal en een eigen repertoire. Ja. Heel erg. Ja. Dus die zouden we graag mee willen. En die willen nog niet. Nee, die hebben nog niet de noodzaak, denk ik. Die houden hem even nog onder de pet, zeg maar. Of de kaarten tegen de borst. Ja, ja, ja. Kijk, en we hebben ze ook niet allemaal in 1 keer nodig. Want dat zo werkt het ook niet. Maar dit zijn wel mensen die hoog op ons verlanglijstje staan. Ja, precies. Nou, dat begrijp ik wel. Ja, te gek, joh. Er komt nog een vraag binnen. Ja. Wat leuk. Dus even kijken wat dat is. Eens even zien. Deze vraag is al gesteld. Dus Franka die zegt, ik kom net binnen. En ik weet niet hoe lang jullie al bezig zijn. Nou Franka, we zijn al bijna 1,5 uur bezig. Hoe oud was je toen je eerste gitaar in handen kreeg? Ja, dan moet je eventjes de podcast terugluisteren, Franka. Die komt morgen online. Ik zet mijn beste mensen erop. Dus dat komt dik voor elkaar morgen ergens in de loop van de dag. Er moet even nog flink wat geëdit worden. Vooral aan mijn... als dat eruit is, dan komt hij. Ja, joh. Gekkigheid. Nou komt hij online. Nu ga ik erop letten. Erg. Ik hoor hem al in de verte. Ik hoop jij ook, Marcel. De eindtune. Ja, die hoor ik. Ja, die hoor je. Ja, dat komt in ieder geval goed. Nou, nogmaals hartstikke bedankt voor het meedoen. Dat je te gast wilde zijn in de podcast. Ja. Ik ga even de mensen thuis. Ik ga even de mensen thuis bedanken. Mensen thuis, bedankt. Voor het kijken, voor het luisteren. De volgende opname staat gepland voor volgende week. Dan is JB Meijers de gast. Maandag 8 juni. Mocht je deze podcast nou tof vinden, abonneer je in je favoriete podcast app. Of op mijn YouTube kanaal. Like de Gitaarmannen pagina op Facebook. Vertel vooral aan iedere gitaarliefhebber die je kent dat je deze podcast moet checken. Tot de volgende Gitaarmannen, de podcast.